never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Goedemiddag allemaal. Ja, het is vandaag alweer woensdag. En de twee zusjes zijn jarig. En ja, die zijn vanaf 2017, van 23-10-2017 om precies te zijn. Dus dan weten jullie ook welke datum het vandaag is. Dus het is gewoon vandaag woensdag 23 oktober. Ja, 2024. Dus die zijn vandaag jarig. En zoals je ziet zit ik in de auto om weer het een en het ander spulletjes op te halen. En even naar de dierenvoedselbank. Dus ook dat soort dingen gaan gewoon door. En Roos nu aan het werk. Die moet dus nu nog een uurtje werken en dan is hij vrij, ja. Dus ik ga dus nu eventjes lekker richting het adres waar ik nou voor andere dingetjes weer op ga halen. En dan, we gaan het zien wat we allemaal nog vandaag gaan doen. We hebben een hele hoop weer veranderd in huis, dat ga ik jullie ook vandaag even laten zien. En voor de rest, ja, jullie gaan dan nog ook vandaag weer zien wat er allemaal weer gebeurd is. Ja, dat dus. Is leuk. Ja, nou, degene waar ik dus nu naartoe ga, die wou voor de spullen die ik ging ophalen een flesje droge witte wijn. Dus dat ga ik nu halen. Nou niet wat en wat ik dus nu ga halen, maar dat heb ik dus nu bij me. Een droge witte wijn. En dan ga ik dus nu zo meteen het ophalen. Want ik ga dus nu parkeren. Hoppa, hoppa. En kijk. Dan heb ik deze dus gehaald. En deze ga ik dus nu eventjes afgeven. Dus ik ga nu even uitstappen. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Dus ja, wat ik al zag, dat heb ik kunnen krijgen voor een flesje wijn. Maar dat hoefde eigenlijk niet. Maar het is wel even soms leuk dat als iemand dat in principe onder een advertentie neerzet. Ja joh, weet je. Kan gewoon. Ik vind het helemaal prima. Ik ben ook de moeilijkste niet, zeg maar. En nu ga ik naar de DVB. Ja. En zo. Top. Hoppa. Dus dan laat ik dit vanmiddag even zien als ik thuis ben. Van wat ik allemaal heb gekregen voor dat flesje wijn. Ja, voor een droge witte wijn. Dus nu ga ik inderdaad even naar de DVB. En dan zie ik jullie zo meteen wel weer onderweg. Thank you.
sta weer bij de wasstraat bij Jongenheel, hier in Ieperburg. Maar het is wel weer even tijd om de auto schoon te maken, want hij ziet er echt niet uit. Hij is echt vies. Kijk hier. Hij is echt vies. En als ik ergens niet tegen kan, is het gewoon een vieze auto. Dus ja, dus dat gaat ook echt gewoon veranderen, zeg maar. Dat ik dat er even nu af ga halen. Dus ja, en ik ben ook wel andere dingen aan het afhalen van mijn auto. Dat zijn stickers. Ja. Sorry, ja, Mika, maar er gaan een hele hoop stickers van mijn auto af. Hoppa. Kan gewoon. En dan zullen mensen wel zeggen, ja, maar dat is zonde. Nee. Vind ik niet. Voorheen wel, maar nou niet meer. En dat komt gewoon omdat ik gewoon een kleine krijg. En ik wil gewoon niet en dat die kleine geassocieerd gaat worden met reclame op de auto. Wil ik niet, klaar. Wil en wil nog iets, maar dat is gewoon, ja, weet je. Wat gewoon wat meer bij mij zit, zeg maar. In plaats, ja. Ja, dat is eigenlijk. Dus ik ben dus nu ook heel veel stickers eraf aan het halen gelijk nu. En dan soms even goed schoonmaken. Dus ook wel even van goed belang. Gewoon even goed schoonmaken. Dus ik ben alweer heel wat met één sticker alweer. Dus dan moet ik nog één sticker. Dat is van Leipvacht DI. Dus ja, dat is gewoon de vachtgroep. Ja, en BTM Summer Drive 2024 had ik bijna vanaf. Dus ja. En het is ook gewoon heel belangrijk dat je dit ook gewoon hebt gemaakt. Kijk, ik ben hier zo mee bezig. Ja. Zoals je ziet. Hoppa, even hier er weer vanaf. Ja, dat zeg ik. Ik ben lekker bezig en ik ga dit er eerst even van afhalen. Ik heb hier even mijn rust, mijn tijd. En dan probeer ik die en die er ook gelijk ervan af te peuteren. Dus jullie gaan het zo meteen zien als mijn auto weer lekker schoon is. Nou, jullie wisten dus hoeveel en hoe vies mijn auto was. Maar het is nou echt weer een heel stuk schone, zoals jullie kunnen zien. Ja, kijk, dit is gewoon nat. Maar het is hier schoon, jongens. Oh. Daar zeg ik al, dit moet gewoon weer even opdrogen. Maar, hey. Ik heb ook dus nu wat anders veranderd. Want jullie weten dat er heel veel reclame was aan de bovenkant. Maar moet je nu kijken. Hey. Ik heb die hele stickerrij helemaal verwijderd. Er komt nog één sticker bij. Ja, er komt nog één sticker bij. En die komt denk ik hier wat groter op te staan. Aan deze kant, wat groot. Dan heb ik echt even iets, ja, dan klopt het eigenlijk. Maar ja, voor de rest hou ik het lekker clean. En dat vind ik gewoon wel tegenwoordig gewoon weer fijn. Dus bij deze, hij is weer lekker schoon. Daar ben ik heel blij mee. Mijn kind is weer schoon. En dan kan ik ook weer lekker veilig rijden. En daar hou ik van. Dus ik ga weer naar Roodhoek toe. Hey. We zijn weer thuis. Ja, want deze lekker ding is er ook. Hey, hoe toevallig. Maar ik heb hier al een hele lange tijd iets in de slaapkamer staan. En ik moet ook nog wat het een en het ander aan jullie laten zien waarvoor ik een fles droge witte wijn heb gehaald. Maar dat staat dus nu op dit moment nog even beneden. We hebben nog boodschappen gedaan. Ja, ja, ja. Maar nu eerst laat ik even wat in de doos zien. Wat hier in de doos zit, laat ik zien. Want vrijdag... Ja... Geen idee, morgen vrijdag. Ja, vrijdag dan gaat mijn internetprovider omgeschakeld worden van wat ik nu heb naar wat ik hier heb zitten staan liggen in de doos. Dus Ro gaat nu even de camera even overnemen. Die gaan we even laten zien, ja. Gaan we even laten zien, ja. Ja. We gaan dus van de oranje provider naar de groene provider. Ja. Waarom weet ik niet, maar het schijnt anders te zijn. En goedkoper. Oh, dat is het natuurlijk. Ja, goedkoper. Ja, voor jou wel, ja. Voor alle anderen niet. Zo, we hebben hem open.
zit er wel mooi in. Een hele mooie. Oh, dat ziet eruit als een zwart kastje. Ik wou wit, ja. Maar oké, maakt niet uit. Hey. Dat is wel mooi zwart. Mooi zwart. Het geel, met heel veel geel, rood en... groen. Groen. En een blauwe en een zwarte. En een knopje. Ja, en ik heb van hier nog een, gele kabel. Gele kabel. Ja. Helemaal prima. En dan hebben we hier dus nog power, wifi, internet, tv en phone. Phone. Staat er allemaal heel mooi op. Phone, ja. Dan heb ik hier een heel mooi doosje. Dat is een appadadap. We gaan even kijken. We gaan er gewoon even kijken, ja. Een houdertje. Power, connected en alarm. Oh. Is dat voor iets, een alarm? Oké. Okay. Hebben we hier een rood kabeltje, een power, nog wat. Geen idee hoe dit allemaal zit. Geen idee wat is, maar dat is wel leuk. Dat hadden ze niet gezegd. Een soort van alarm erbij. Dan heb ik hier een heel klein tv-boxje. Ja. En dan kom jij nog aan van ja, maar hij is groter dan, nou, weet niet. Ietsje groter. Ja, ietsje. Klein beetje. Hè? Maar een klein beetje, nou joepie, zeg nee, daar ga ik dood aan. Dan heb ik hier. Kabeltjes. Kabeltjes. Zwarte kabel, nog een zwarte kabel. Kabel en een boekje. Een boekje, wat heb ik daar nou aan? Ik wil tv kijken, geen boekjes lezen. Nee, en we hebben hier... een witte zakje. Een witte afstandsbediening. Oh. Heb je toch een witte afstandsbediening? Kijk. En hebben we hier allemaal met... dozen. Met hoe je het smartphone makkelijk en slim huis met KPN, slim praat in huis, bla bla bla. We helpen je graag op weg. Een map vol informatie, dat is mooi. Mooi is een map, je kan hem dichtvouwen natuurlijk. Ja. Aha. Dat scheelt weer. Ja. Daar ben ik heel blij mee. En dan hebben we hier nog allemaal weer ook boekjes. Welkom. Ja. En deze snap ik niet helemaal, nu al niet. Zoek een glasvezel aansluitpunt in je woning. Doe het blauwe klepje dicht als deze nog open staat. Geen idee. Ja. Verwijder eerst de beschermdop uit het glasvezelkastje. Geen idee. Hoe deze zit, want die heb ik volgens... geen... volgens mij is dit, is, dit is en dit is, het, dit is dus het glasvezelkastje. Geen idee. Oké. Plug en playkaart. Aha. Dit is echt jouw ding. Dat is leuk. Want ik word hier al helemaal kanarisch gek van. Oh. Plug and play modem. En KPN TV plus box. TV PC. En dan telefonie, stopcontacten. Kijk, hier zat ook alles mooi op. Hey. Ja, oké. Dat laat ik echt lekker morgen lekker alvast aan jou over. Ik vertel helemaal wat. Ik zal gewoon een monteur laten komen. Da, grappig. Dat is gratis. Nee. Ja. Nooi. Ja. Nooi. Ik zeg, nou, ik kom er niet uit. Ik snap het niet. Mijn man snapt het ook niet. Ja, maar de koekoek jij. Nee, snap het. Ga jij betalen? Nee, ik weet niet. Het is gratis. Ja, nee. Nee. Het is niet gratis, niet. Ja, het is gratis. Het is niet alleen, gratis. Alleen vrijdag aanstaande is gratis. Is niet gratis. Niet? Ja, jammer. Is niet gratis. Zou gratis moeten zijn. Is niet gratis. Gewoon gratis internet. Is veel beter. Ja, vroeger bijna wel, ja. Maar dat zit er dus in, jongens. Ja, dat wil ik even aan jullie laten zien, eigenlijk. Vond ik leuk. Ik weet niet eens meer hoe het er allemaal in zat, maar oké. In de grote doos. Kijk, dan zat deze zeker... Nee, dat ja, het zat er bijna in. Helemaal goed. Jij weet het te verzinnen. Ik? Nee. Ik weet helemaal niks te verzinnen. Helemaal niet. Hoppa, hoppa. Gaat gewoon weer zo. Hoppa, hoppa, hoppa. Gaat gewoon weer hier naartoe. Die. Kan je het doosje? Nee. Nee, het doosje. Nee. Ja, kan. Kan geen gewoon, idee maar kan wat gewoon, het kan gewoon in de doos. Hier, kijk, grote doos kan best zo'n klein dingetje in. Ik doe hem gewoon zo erin. Nee, zo. Nee. Zo, nee. Prima. Nee, die zat hier. Ja, die zat daar, maar nu niet meer. En nu wel.
Nu zit hij wel weer erin. Maar nu kan je natuurlijk niet gebruiken. Wat zit je te kijken? Er zitten ook nog kabeltjes in, hè, in de weg. Nee, joh, je meent het. En dat er kabeltjes in de weg zitten. Ja, joh. Ja. Kabeltjes. Kijk, nu wel. Dat is nog netjes dicht dan. En toen past het niet meer. Het is gewoon een legpuzzel. En toen past het weer wel. Dat is iets wat Karen heel erg irriteert als het niet past. Terwijl het wel hoort te passen. Toch? Kijk. Karen heeft weer voor elkaar. Stel dat ene schroefje niet was vergeten, was ze klaar geweest. Nou, jij hebt het een en ander gekocht. Ja, klopt. Inderdaad, correct. Nou, Lady niet, want die heb ik al. Nou, hier hebben we dus achterham. Twee stuks. Appelrode kool, zuurkool, naturel, en dit is iets met kartoffelsalade, aardappelsalade, gehakt, spekreepjes, 3 rookworsten, yummy, boerenkool, 300 gram, kruimige aardappeltjes, 5 kilogram. En voor 3 euro? Nu met korting. Hier nog 2 potten met pastasaus. Hier een voordeelverpakking. Kippie. En natuurlijk de eitjes die ik heb gelegd heb, maar niet zelf. 2 van deze bakken met groentes, groentemix. En wie hebben we daar in de... Die hebben we niet gekocht. Die hebben we natuurlijk gewoon. Boter. 2 botertjes, melk, ditte. En kaas. En de kaas natuurlijk, jong belegen. Ja. In de aanbieding. Ja, dat kost natuurlijk een hoop centjes, hè. Ja. Ja, vooral als je ook nog spaarpunten erbij wil hebben. Dan kost het extra duur. Zo. Dus ja. Okay, maar dus dat is dan voor de hele maand, zeg maar. Ja. Afgezien van brood en dergelijke. En dan moet ik nog voor dit nog even saus halen, zeg maar, voor deze. Ja, oké. Dat zijn details. Ja. Dus voor de hele maand gekocht. Mm-hmm. Ongeveer plus minus. 70 euro. Dus ongeveer 2 euro per dag, denk ik. Voor 70 euro voor de hele maand. Ja, ik heb er ook nog spaarpunten bij. En die kan je weer inwisselen. Ja, precies dat. Voor korting. Ja, en dit hebben we dan gekocht, zoals jullie kunnen zien, hier bij het gehakt en bij de Hoogvliet. Dus nou niet eens een keertje bij de Jumbo, maar gewoon lekker bij de Hoogvliet. Ja, dat was toevallig net even in de aanbieding daar. Ja. Hallo Jumbo. Jammer voor jou. Ja. Maar rookworsten daar bijvoorbeeld, deze, die zijn best lekker. En die hebben ze bij de Jumbo niet. Jumbo heeft al rookworst. Maar niet deze. En deze kostte 1,09 euro. Dus zeg maar 1,15 euro noemen we altijd. 1,20 plus inclusief de spaarpunten. Ja, dat dus. Dus dat. Ja, helemaal prima. Best. Ja, zeker. Daar lig ik dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.